Het is elke dag een uitdaging om de kwaliteit van de diensten die we bieden in stand te houden, zegt Jason van Genderen, directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, aan onze redactie. Van Genderen erkent de financiële situatie waarin het land verkeert en zegt dat deze van enorme invloed is op het dagelijks beleid van het ziekenhuis. Belangrijk is wel dat er vanuit de leiding wordt gewerkt aan het uitschrijven van een plan dat zich leent voor continuïteit in dienstverlening. In dit geval gaat het om een ziekenhuis waarbij er ook stakeholders bij zijn betrokken. Je hebt de Raad van Toezicht, je hebt RK Bisdom, je hebt de staf, je hebt je directie. Dus je gaat in feite een strategisch beleidsplan moeten uitzetten voor de komende 5 jaren. Je wil gaan plannen, je moet plannen, wil je in feite vooruit gaan boeken. En de uitdaging begint al bij het plannen. Omdat je niet vooraf kan anticiperen op hoe de financiële situatie van het land zal zijn. We hebben opgemerkt, we zijn de afgelopen periode geconfronteerd, de samenleving is geconfronteerd met drastische stijgingen van de koersen, de valutakoersen. En die hebben dus direct eigenlijk een impact op de gezondheidszorg. Kijk, bijna alles, je kan zeggen voor 90-95%, wordt geïmporteerd. Ook binnen de gezondheidszorg, verbandmateriaal, medicijnen moeten we inkopen. Alles komt vanuit het buitenland en alles wordt in valuta betaald. Dus het moment de koers stijgt, gaan de leveranciers ook de prijzen moeten verhogen. De directeur zegt verder dat de financiële situatie ook invloed heeft op de maandelijkse uitgaven voor medicatie van het ziekenhuis. Daarom zal er vanuit de overheid gelet moeten worden op het treffen van maatregelen om een veel ergere situatie te voorkomen. Niemand kiest ervoor om ziek te zijn. En als je plotseling ziek bent en ziet dat je zoveel moet betalen om in feite te genezen of om beter te worden, zit natuurlijk, dan pas wordt men wakker. Toch? En natuurlijk als je gezond bent, denk je van ja, ik hoef nooit naar het ziekenhuis te gaan of het gaat me niet overkomen. En anticiperen ze niet erop. Maar je moet altijd voorbereid zijn op het ergste. Zo ook binnen dit ziekenhuis. We proberen dus in feite, ben ik vanaf mijn start begonnen, te werken aan de efficiëntie van de verschillende processen binnen de zorg zelf. Hoeveel verbandmateriaal wordt gebruikt bij een bepaalde behandeling? Welke medicatie heb je dus dringend nodig? Wordt mijn verpleegkundige wel volledig ingezet? Wordt de administratieve kracht volledig ingezet? Zijn er daar te veel administratieve krachten? Zijn er processen die in feite ervoor zorgen dat het zwaarder wordt voor het personeel? Je gaat eerst binnen je eigen organisatie moeten kijken hoe je het in feite efficiënt kan maken. Meer hierover komende woensdag in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op 12.1.